Hallo lieve mensen, dit is Lumeria met Wereldse Gebeurtenissen, filmpje 99. Ach, ik zou helemaal geen filmpje maken vandaag. Ik geloof gisteren ook niet. Ik moet toch nog even met jullie wat bespreken over die gruwelijke winter. Oh, heeft ze het er weer over die gruwelijke winter. Ja, het is realistisch denken dat ik het over een gruwelijke winter heb. Ik kan jullie maar beter voorbereiden, toch? Ik kan ook manifesteren dat het een prachtige winter wordt. Waarin iedereen spontaan beter is geworden. Het vaccin gewoon helemaal gewoon absoluut oké is. En de rest van de wereld ook het spuitje moet hebben. Dat ik helemaal gelijk heb. Ik heb liever dat dat gebeurt. Dan dat mijn scenario uitkomt. En ja, oké, jullie hebben wel gelijk. Ik moet positief blijven. Ik maak elke dag positieve berichten. Het positieve is dat er een verandering aankomt, waardoor het ook echt beter wordt. Maar voordat die is er niet binnen een slag en een stoot. Dat is er gewoon niet. Voordat dat echt werkelijk gaat plaatsvinden, dat wij in die betere wereld leven, komt er een tijd waarin dat echt niet leuk is. En dan kan ik al mijn berichten wel positief maken. Maar ik moet soms ook even realistisch zijn. En het realisme is dat wij niet een leuke winter krijgen. Ja, misschien krijgen we een hartstikke leuke winter. Maar zoals ik het zie, moet er veel werk verricht worden. Laat me het dan anders zeggen. Oké, wij krijgen een winter waarin wij heel hard moeten werken. Wij zijn niet vies van werken. Maar er komen wel hele duidelijke inzichten. Er is een hele generatie die niet weet wat werken is. Er is een compleet wel twee generaties die niet weet wat honger is. Er is een generatie die niet weet dat je kleding wel 5 jaar kan dragen voordat het echt versleten is. Dus als ik realistisch kijk, dan zie ik dat er een goederenstroom straks niet meer leverbaar is. Dat heeft gevolgen. Dus als ik dan zie dat een blikfabriek, een grote blikfabriek, niet meer kan leveren en daardoor een melkfabriek stilstaat omdat er geen blik is om hun melk in te doen, ja, dat heeft toch consequenties, lijkt mij, hè? Dus als en dat zullen we straks nog meer zien. Dat hele eenvoudige producten straks niet meer voorhanden zijn om de eenvoudige redenen dat verpakkingsmaterialen niet meer leverbaar zijn. En ja, dat verzin ik niet. Ik doe onderzoek. Wat voor onderzoek doe ik dan? Nou, ga het internet op. En ook gewoon de mainstream media. Als jij nu al kijkt dat de prijzen torenhoog worden. Dat heeft een oorzaak. Als ik in winkels met mede-ondernemers spreek, die zeggen ook, wij willen heel graag bepaalde zaken verkopen, maar we krijgen ze gewoon niet geleverd. Ik merk dat ook met bepaalde edelstenen. En ze worden duur en ze zijn soms niet te leveren. En dat is, als je dan bepaalde verbindingen maakt, dan weet je ook, er komt een periode aan die deze mensen, deze jonge generatie nog nooit heeft gekend. Nou ja, dan haal je gewoon iets nieuws op. Dan ga je naar de Action of naar de Blokker. En dan haal je iets nieuws. Als ik een nieuwe broek moet, haal ik een nieuwe broek. En dan moet ik nieuwe schoenen, want dan krijg ik nieuwe schoenen. Maar als je nu een nieuwe fiets wil, moet je 1,5 jaar wachten. En niet iedereen koopt een nieuwe fiets. Dus niet iedereen weet dat, want de Action ligt dan vol met spullen. Nog wel. En ik zeg ook steeds, zorg ervoor dat je in huis hebt, ook qua kleding, ook qua huisraad, wat je in huis hebt, wat je nodig bent. Dat is belangrijk. En ik kan beter zeggen dat het een hele positieve, leuke winter wordt en dat we met z'n allen gezellig kerst gaan vieren. Ja, dat gaan we ook met z'n allen doen. Ik kan veel beter doen. Ik ben ook ondernemer. Ik kan veel beter tegen jullie zeggen, jongens, we gaan een hele superleuke winter tegemoet en oh, we gaan dit doen en dat. En dat gaan we ook allemaal doen. Alleen volgens mij zijn jullie van mij ook gewend dat ik realistisch ben. En ik probeer altijd het positieve naar voren te halen. Maar ik wil jullie, nu het zomer is en iedereen zo vrij is en vrij kan bewegen,
dat jullie ook realiseren dat er een periode aankomt waarin het minder goed gaat. Waarin we uitdagingen krijgen. Waarin de wereld op slot gaat. En ik hoop dat ik hartstikke ongelijk heb. Echt waar, lieve mensen. Ik hoop nog op die plotselinge ommekeer. Misschien vrijdag wel als het Pentagon berichten naar buiten gaat doen over buitenaardsen. Die indicaties zijn er. Anton Teumen had het er gisteren over in zijn energie-update. Dat is leuk. Dat is fijn. Dat zijn positieve berichten. We moeten het alleen nog even zien. En iemand zei, je hebt nooit aaibaar gesproken. Nu ook niet. Ik heb alleen niet altijd heel direct gezegd dat de winter zo moeilijk gaat worden. Dan heb ik het nog niet eens over de jaren die daarna komen. Laat me daar dan maar helemaal niks over zeggen. En wat we kunnen doen is bidden en hopen dat het een positieve wending mag hebben. Dat 15 augustus wij de ware president zien in Amerika. Dat mogen wij hopen. Waarom? Daarom. Ga maar onderzoek doen. Ga ik ook geen discussies over aan. Dat is gewoon zo. En dus we gaan het nieuwe griepseizoen tegemoet. En er gaan gewoon heel veel zaken veranderen, lieve mensen. En ik wil graag dat je je daarop voorbereidt. En niet dat je denkt van, oh, dan komt er een zware winter. En oh, dan gaat alles gebeuren. Nee, ik wil dat jij je voorbereidt. Dat hoopboek maakt. Dat je een boekje maakt met allemaal positieve dingen erin. Als ik dat jou nu niet vertel. En ik vertel je pas wanneer die gruwelijkheden aangebroken zijn. Of wanneer je depressief wordt omdat we weer een lockdown krijgen. En niet met de kerst uit eten kunnen gaan. Dat je denkt van, ach, zegt ze dat nou pas dat we een positief boek moeten maken. Had ze wel eerder kunnen doen. Dus dat heb ik nu gedaan. Dus ik bereid jullie gewoon nu even voor. Dat mocht het zwaar worden, jij je voorbereidingen hebt gedaan. En als het niet zwaar wordt, jongens, dan gaan we gewoon een feestje vieren. Gaan we met ons allen hier in mijn atelier, als wij niet een lockdown hebben, als het niet erg is, dan gaan wij hier met z'n allen, gewoon 100 mensen, tjaka, een prachtig midwinterfeest vieren. Gratis. Er mogen 100 mensen zich inschrijven, als ik het compleet mis heb. En daar mag je me aan houden. Dus, we wachten het af. Ik probeer positief te zijn, maar ik wil ook zo nu en dan realistisch in het leven staan. Zorg er gewoon voor dat je je voorbereidingen hebt gedaan. Zorg ervoor dat je je huishouden op orde hebt. En dan bedoel ik mee dat je apparaten hebt die werken. Het zal straks echt veel duurder worden allemaal. Alle eten, alle drinken. Moet je fris drinken? Moet je dat nemen? Of kan je ook met water en thee kan je daar voldoening in krijgen? Misschien is dat een leerproces wat je nu al kan leren. Dat je denkt van, oké, ik ga geen frisdranken kopen. Ik ga eventueel limonade, maar ook hele lekkere theeën kopen. Het scheelt ook enorm in geld, maar ook voor je gezondheid. Al die zoetstoffen, die doen weinig goed. Dus als je die zoetstoffen uit je eetpatroon haalt en als je, en dat heb ik wel vaker gezegd, als je weer terug gaat naar het originele eten. Ik heb eergisteren heb ik kip curryschotel gemaakt. Ik gebruik bloem, ik gebruik roomboter, ik gebruik water met een natuurlijke bouillon zonder toevoegingen erin. En ik kan ook gewoon water gebruiken hoor, of niet eens bouillon. Maar dat er geen natriumglutamaat in zit. Ik gebruik peper, zout, heerlijke currykruiden zonder zout. Ik gebruik chilivlokken erin. En ik gebruik prachtige oliën. En ik laat dat lekker marineren. Heb je geen pakje nodig. Als je de eenvoudige handelingen van het maken van een roux weet. En dat vindt iedereen soms heel moeilijk. Is helemaal niet moeilijk. Beetje boter. Beetje bloem. Even een houten lepel, goed roeren, bouillon of water erbij, klaar. Lekker room erbij, als je maar originele producten gebruikt. En originele producten zijn producten zonder al die E-nummers. Als je een gewoon kuipje boter hebt, moet je eens kijken hoeveel E-nummers daarin zitten.
hoeveel chemicaliën zijn nodig om die boter op die manier de substantie te geven die het heeft. Er wordt heel veel aan toegevoegd, dus let daarop. Dus als er dan hongersnood aanbreekt, als je nou kijkt in die landen waar hongersnood was, hè, wat brengen ze daar dan? Daar brengen ze balen met rijst, met bloem, met olie en water. En daar moeten ze het mee doen. Nou, dan is het toch handig dat ik realistisch ben en dat ik zeg dat je voorbereidingen moet doen. Dat wanneer jij voor een voldongen feit staat dat de schappen leeg zijn en jij thuis nog een paar pakken bloem, olie en water hebt en een beetje zout, dat je weet hoe je daar een brood van maakt. Dat kan je nu gaan oefenen. Dat is waarom ik jullie wil voorbereiden, zodat je vaardigheden ontwikkelt, waardoor je niet in de paniek schiet als iets gebeurt. En je mag hopen dat het niet gebeurt, dan heb ik toch maar mooi dat geleerd. Toch? Lijkt mij wel. Op www.lumeria.nl kan je van alles lezen. Op de wereldse gebeurtenissen. Op Telegram discussieer mee. De mensen die nu op YouTube reacties hebben gedaan, doe die reacties op mijn Telegram groep. Praat met mij mee. Op een fatsoenlijke manier. Want we hebben heel veel regels. Dat is om het leuk te houden. Dus praat met ons mee. Daar zijn we voor. We hebben van de week ook al leuke recepten. Van salven heeft iemand gedeeld. Top. Hartstikke leuk. In mijn heksenlessen, kruidenfruitjeslessen kan je het ook noemen, staan ook allemaal handige, simpele dingen. Het hoeft niet moeilijk. Maar soms moet ik even moeilijk doen, jongens. Daar ben ik ook voor, om jullie een beetje wakker te schudden. Dus, ja, bereid je voor op een hele moeilijke winter. Dan ga je. En dat is niet wishful thinking. Dat is gewoon realistisch bedenken. Dat zou er kunnen gebeuren. Dus ik heb me voorbereid. En op het moment dat het plaatsvindt, kan het wel heel erg meevallen. Nou, en als het heel erg meevalt, we hebben geen lockdown in december. We hebben geen maatregelen. En het leven is lief, leuk en aardig. En we mogen overal in de restaurants eten. We hoeven geen mondkapjes. En er gaan geen mensen dood. Dan hou ik een midwinterdag voor 100 personen helemaal gratis. Die staat. Wereldse gebeurtenissen op Telegram. Dag lieve mensen.